Door acties bij de RET rijdt er volgende week woensdag geen Randstadrail en ligt een groot aantal tram- en buslijnen stil. Voor alle lijnen die nog wel rijden geldt een zomerdienstregeling. De bonden protesteren tegen de verplichte aanbesteding van het stadsvervoer, waardoor de RET moet concurreren met andere aanbieders. Volgens de OV-bedrijven gaat dat kabinetsplan ten koste van veel lijnen. De politie krijgt steeds meer bruikbare tips over de jonge vrouw die op 25 januari een bejaard echtpaar in Oudenhoorn heeft overvallen. Aandacht in opsporing verzocht leverde 20 aanwijzingen op. Het echtpaar betrapte de inbreekster 's nachts in huis aan de voorweg in Oudenhoorn. Bij de schermutseling die volgde raakten alle betrokkenen gewond. De inbreekster liet een tas en een fiets achter, voor de politie belangrijke aanknopingspunten. De Roparun kan dit jaar toch aankomen op de Coolsingel. De traditionele finish van de non-stop estafetteloop van Parijs naar Rotterdam werd bedreigd door werkzaamheden aan de Maastunnel. Maar daar is nu een oplossing voor gevonden. De Maastunnel wordt op 13 juni gedeeltelijk geopend voor verkeer, waardoor de Roparunners zonder problemen de Erasmusbrug kunnen gebruiken. Donderdag krijgen we in de middag en avond te maken met perioden met regen. En dat bij temperaturen van zo'n 9 of 10 graden. En de wind is matig, aan zee soms vrij krachtig, windkracht 5, uit het zuiden tot zuidwesten.